Teun, Fiep is jouw vriendin. Ze is wat jonger dan jij en de dochter van Stefan. Een boer die een bed en breakfast runt. Je komt erop halen met je scooter om samen naar een feest te gaan. Maar als je aankomt, moet ze zich nog helemaal optutten. Stefan, je had al in een eerdere vluchtige ontmoeting een bloedhekel aan dit net wat oudere scootervriendje van je prachtige dochter. Maar ja, je weet ook, er tegenin gaan werkt averechts. Dus hoe prijs je dan iemand het graf in? Hoi. Hé, hey, jongen. Ga nou even zitten, want ik denk dat het nog wel even duurt. Want ze was erg aan het twijfelen over wat ze nou precies aan zou doen en wat ze nou precies niet aan zou doen. Dus voorlopig zit ze nog met mij opgescheept. Oké. Vind je het ongemakkelijk? Ja, eigenlijk wel. Weet je wel, die eerste echte ontmoeting is gewoon altijd gewoon een beetje kut en dan... Kut? Ja, sorry, het is gewoon een beetje... Dat zeggen we hier dus inderdaad niet, hè? Sorry, oké. Okay. Hoe oud ben jij? 18. Sorry, weet je, ik zie jou als een hele verstandige jongen, hè? Ja? En daarom wil ik ook tegen je zeggen dat... een vriendschap... of een liefdesrelatie of zo, je zou het willen noemen... of een verliefdheid van een jongen van 18... en een meisje van 14. Dat kan niet. Ik zou, als ik een vriend van je was, denken... van een sukkel. Snap je? Ze doen het toch zelf ook gewoon allemaal? Met jongere meisjes? Ja, natuurlijk. Maar dat is dan... is gewoon van nu, hoor. Ja, ik vind... Maar hier is ze gewoon eigenlijk ook helemaal nog niet aan toe. En dan zit jij hier een beetje stoer met je brommer en kom je het erf op en zo. En neem je er straks mee naar dat feestje en dan sta jij verschut. Als ik jou was, zou ik zeggen, zoek iemand in je eigen leeftijd. Dat is veel sterker. En dat kan jij ook. Een knappe gast. Kijk hoe je erbij zit, man. Ik zou zeggen, zoek iemand van 22. Dat kan je aan. En dan kom je met een meisje van 14 aan. Ja, ik zou me kapot lachen als ik in je buurt zit. Man, ben je toch veel te goed voor? Houd toch op. Denk eens na. Ja. Huh? Weet je wat ik vind? Ik vind het gewoon superleuk. Het staat er toch los van. Tuurlijk, maar het is ook een leuk meisje. Liefde heeft geen leeftijd, hè? Tuurlijk wel. Hoe oud is uw vrouw? Als ik vragen mag. Vanaf een bepaald moment speelt het geen rol meer. Maar op jullie leeftijd... Maar liefde... Tuurlijk wel. Ik bedoel, ga opnemen een lerares van school. Dat is hip. Ja. Ik ging altijd voor hoger, hè? Niet voor lager. En zo'n jongen ben jij ook. Ik zag gewoon, je kan iemand van 30 nemen. Elk meisje die ik gewoon probeer mijn vriendin te maken... is altijd weer die vader die het voor me verpest. Ik heb een brommer. Ik heb een leren jack dat misschien iets te ruwer uitziet. Ik verpest het maar, toch niet voor je? Ik probeer je oog open te je ogen. Je verpest het niet voor me. Ik ben al een jaar met haar. U heeft het dan misschien niet door, maar... het gebeurt gewoon, oké? Okay? Wat gebeurt gewoon? Gewoon dat mensen naar elkaar toetrekken. En dat is hier ook gebeurd. Oké, luister. Je gaat niet met een meisje van 14 lopen klooien, vriend. Dat kan niet. Dat gaat niet. En is ik niet met mijn dochter. En los daarvan, daar ben je te slim voor en te goed voor. Dus je gaat gewoon nu het erf af. Luister, pak je brommer. Ik zeg tegen Lisa dat je ziek bent. Dat je hebt lopen nekken of lopen kotsen hier in het... achter. Weet ik het wat. Ik verzin wel een smoes. Maar dit moet gewoon ophouden. Want dit gaat je reputatie kosten, jongen. We hebben niks gedaan. Nee. Seks en zo, daar is ze allemaal niet aan toe. En dat is, zegt ze gewoon eerlijk tegen mij. En ik heb daar gewoon respect voor. Ik toon haar respect. Hetzelfde respect als dat een 13-jarige jongen, 14-jarige jongen, 15-jarige jongen ook zou doen. En waarom dan? Omdat ik dan wat ouder ben, oké. Ik snap dat het misschien raar overkomt omdat het vroeger allemaal anders was. Maar we leven nu, hè? En ze houdt van mij en ik hou ook van haar. En als u dit allemaal niet gewend bent... mag best wel een keer mee, achterop of zo. Dat is hartstikke leuk. Lisa zou het geweldig vinden als jij ook eens een keer... Achterop bij jou? ...de comfortzone stapt. Nou, dan ga ik wel een keer met je achterop de brommer. Ik wil het gezicht van Lisa wel eens zien... als ik met jou het erf afrij achterop de brommer. Ja. Staan. Ik wil je mijn hand geeft. Ik wil je me aankijkt. En ik wil dat je me dat nu belooft. Dat je nooit iets doet met Lisa... waar ze nog niet aan toe is. En dat je respect hebt voor haar. En dat je als er dingen zijn waar je mee zit... dat je die met haar of met mij deelt. Ik beloof het. Oké. Gaan we dan nu... Oké, tot hier.